Okay, people, let's go to work. Hallo mensen, ik zit hier zomaar in een game genaamd Borderlands 2. En deze game heeft namelijk iets heel vets. Ik ben al level 25, het gaat lekker. Rifleman, het duurt leuk, het duurt lang bedoel ik. En ik heb hier wat gevonden en ik denk dat jullie dit wel interessant vinden. Het is namelijk een Easter Egg. En een Easter Egg houdt in een soort van secret in een game. Hij staat ook helemaal verborgen achter deze rots. En ik heb hem op het internet nagekeken van waar die nou precies zat. Nou, dit ziet er verdacht uit als een spel wat wij natuurlijk flink spelen. En dat is genaamd Minecraft. In Borderlands 2 zitten namelijk allerlei leuke Easter Eggs. Vanaf volgens mij het Halo-masker tot aan allerlei gave games die ze erin hebben gestopt. Om er gewoon wat secrets erin te doen. Dat is hartstikke leuk van de makers. En zodoende hebben we nu ook Minecraft blokjes die we moeten smashen, jongens. We gaan eens even kijken, want die achter zit als het goed is ook een heel iets apart. Ik weet niet of er een achievement voor is te verdienen, maar daar gaan we snel genoeg achter komen. Dit duurt echt heel lang. Laten we even kijken hoe ver dit door... Dit gaat best wel ver door nog. Even kijken. En we zien eindelijk een gat. En ik zie daar ook een torch. Althans, dat moet denk ik een torch voorstellen. Dat hoop ik. Nou, even die... We maken gewoon even alles kapot. Nou. Kan ik ze niet gewoon schieten? Zal ik het schieten? Nee, je moet het echt... Je moet het oldschool moet je het gaan minen. Oké, we zitten ergens binnen en... Oh, damn. Stone. Dit is wel grappig gedaan, jongens. Alleen, ik moet het middelste balletje... Moet ik ook inklikken van mijn joystick. Nou, dat is wat te doen. Oké. En we zijn door de... Oh, shit. Oh, dit is wel echt vet. Creeper. Level 25. Waar is die? Oeh! Shit, hé. Mijn leven is bijna kapot. Wat dropt die trouwens? Oké, nu moeten we echt uitkijken. Ik heb nog meer wapens. Ik heb namelijk... Deze vind ik echt een heerlijk wapen. Die hebben we gekregen van iemand, een vriend van mij, op... toen we online gingen spelen. Oh god, ik hoor wat. What the fuck is het? Dat hoor ik, joh. Hoor je het? Oh, ik vind het wel creepy, dit. Hallo? Wat? Wat maakt nou zo'n herrie, joh? Ik vertrouw het niet. Wat is er? Ik zie wat roods op mijn radar. Het komt van boven. Het komt daar vandaan. Het is weg. Oké, we weten natuurlijk een aantal monsters uit Minecraft. Ik heb alleen nog maar creepers gezien op de video. Toen heb ik het video... Ik heb het ook gelijk weggeklikt hoor, toen ik wist van... Daar is die locatie. Oké, we kunnen... Oh! Shoot it before it kills you! Oh, nee! Kijk, dit is wel grappig. Laat ik wel gelijk zien. Ik hoop dat ik overleef dit, want anders word ik niet blij. Kom maar hier, creeper. I must kill you. Ik moet hem in de auto. Nee, kom op. Yes. Oké. Niet stressen. Rennen. Ze zitten achter me. Pittig als een. Oh. Shit. Wat een rotwapen, jongens. Ik pak even die shotgun. Hij heeft ze gekilled. Oké. Oh, dat is nog pech. Oeh, er komt weer een creeper. Dat is een badass creeper. Die ziet er sterk uit, die. Die ziet er echt sterk uit. We hebben hem bijna, kom op, turret. Oh, bijna. Oh, die is echt Biggie. Kijk op Biggie. Zo, die dropt ook heel veel spullen. Wacht, even snel kijken. Ik pak het gewoon allemaal op. Dikke YOLO. Oké, laten we doen. Jongens, we gaan door deze muur. Ik denk dat we hier doorheen moeten. Dat denk ik. Ik weet echt niet waar dit naartoe leidt. Onze leven stroomt langzaam maar zeker verder en... Wat zal je achter liggen? Ik heb wat kogeltjes gevonden uit de grond. Dat herken ik niet van de originele Minecraft. We gaan naar boven toe. En we komen uit bij een... Nieuwe grot, denk ik. Zo, dat duurt even lang. Wat is hier dan? Is hier... Niks. Ik vind het jammer dat ik dit niet kan... Kan ik dat gold niet pakken? Wacht, ik ga de gold even minen. Wacht even, let op.
We hebben alle tijd, jongens. Maakt niet uit. We doen het gewoon rustig op ons gemak. Zo. Kijk. Wat komt erin? Wat is dat? Wat is het? Oh, ik heb ook echt geld verdiend nu. Mooi. Ja, ik heb al inmiddels 16.000. Dat is aardig wat. En even kijken. We kunnen daar naartoe. Ik heb het gevoel als we daar naartoe gaan dat het tot iets leidt. Want ik weet niet of dit gewoon voor de gein gemaakt is of zo. Of dat ik hier nog wat mee kan verdienen. Wat extra geld kan vinden hier of zo. We doen een Easter egg. Dat meestal hebben ze dan een beetje iets leuks wat je dan kan verdienen. Oh, geld weer. Gaat goed. Wat hebben we daar nog? Een kogeltje komt eruit. Of alles mij nog, jongens. Want misschien zitten wel kostbare dingetjes bij. Nou, zo te zien heb ik hier weinig aan. Ik kan dit trouwens ook smashen. Volgens mij is er gewoon één grote muur dit. Zo. Is het echt één muur dan? Kan ik helemaal niks doen? Ik zie een paar minecarts staan. Kan ik die duwen? Even kijken. Nee, ik kan die niet duwen. Ik ben benieuwd. Ik heb het gevoel dat ik hier wat kan vinden of zo. Goed zoeken. En anders moet ik zo minen. Dat is wel kut. Kijk, er komt al een beetje geld uit. Maar ja, dat geld heb je ook niet echt veel aan. $25. Wow. Nou, alle kleine beetjes helpen, dat wel. Maar kan ik hier gewoon niks doen dan? Er liggen hier wel items. Wow. Wel best wel goede items eigenlijk. Ik kan die wel weer voor heel veel geld verkopen. Dat is wel een voordeel hieraan. Ik vind het wel vet. Wat liggen hier nog? Twee spulletjes. Daar heb ik helemaal nog niet naar gekeken. Een active shield. Die gaan we even omruilen voor die. Zo. Nu heb ik een beter schild. Altijd beter. Gewoon zoveel mogelijke updates moet je gaan doen. Nou, ik kan nog even dit uitmijnen. Want daar zit namelijk nog een goalblokje. En bij gold zit geld. Begreep ik. Ik weet niet of er een achievement is voor... ik zal eens kijken. Oeh, dat is meer geld. Zie je dat? 200 gelijk. Ik ga eens kijken of er een achievement voor is. Zo, dan gaan we naar achievements. En dan gaan we naar Borderlands. En dan kijk ik even welke achievement... Of er iets bij hoort. Even kijken hoor. Nee, ik zie niks erbij staan geloof ik. Het kon zijn hè, dat je bijvoorbeeld ziet van... Hey, Minecraft... Collect team pictures. Nou, dat heb ik niet. Kill Donkey Kong. Donkey Kong, dat was van Donkey Kong. Die zit wel in de game. Kill a Chubby. Ik weet hem god niet wat het is. Facelock 100 enemies. Die is level 50. Ik zie er niks bij staan. Ik denk dat dit gewoon een soort gewoon een grapje is in de game dan. Ik vind sowieso heel tof hoor, dit. Ik kan even dit weghalen. Kijken of er nog een gold achter zit daar. Ja, kijk. Yes. Die zat verstopt daar, jongens. En wat zit daar? Kijk hoeveel geld we hebben, joh. Nou, toch weer wat geld geloot. Ik denk dat ik weer terug... En hier, misschien zit hier nog wel iets in. Want ik zie... Kijk, hoor. Want in die mijnkarretje zit ook nog een blokje. Zie je dat? Oh, daar ga ik nu overheen jumpen. Wacht even, ik wil er even in. Kijk, een minecartje. Een beetje een achtbaan, hè, Disneycraft. Kijken, wat kunnen we daar nog doen? Ik weet niet of als je al die blokjes smasht, wat er dan gebeurt. Misschien krijgen we een achievement voor die blokjes die je smasht. Maar dan moet je alles kapot maken. Nou, we hebben al aardig wat. Ik weet niet of ik dat ga doen, hoor. Op internet stond gewoon, dit is gewoon een Easter egg. Dit is gewoon een grapje van de makers van de game. Ze hebben allemaal van die... Het is natuurlijk ook een heel flauwe, leuke, super game. Ik vind het echt een super game, Borderlands. Echt geniaal. Nou, dit is bijna dezelfde graphics, joh, hè? Zie je het? Kom wel een beetje overeen met dezelfde graphics. Ik weet niet wat daar is. Ik weet sowieso niet als ik dit helemaal vrij maak of dat mijn karretje dan verder kan doen. Kom wel wat uit. Ja. Kogeltjes.
Maar het zat best op een hele rare locatie hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het heel apart gedaan. Nou goed, we hebben hier de creepers hebben gedood. We gaan weer er weer uit. Zo. Ja, dat deurt, raar dat het niet kapot kan schieten joh. Vind ik zo vreemd weer. Vreemde game. Kijk, want we hadden hier zo, als je op select drukt, dan heb je hier dus, even kijken hoor, bla 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 bla. Nee, daar niet. Je hebt, kijk, dit zijn mijn, zeg maar, mijn opdrachten, mijn questen. En even kijken, waarom heb ik die... Ignored. Oh, nee, die hoef ik niet te ignore. Kijk, en dan kunnen we gewoon een quest accepteren. En dan kijken we gewoon even voor welk level die is. Ja, hoe hoger het level, hoe meer geld je eraan verdient natuurlijk. Maar hier zie ik bijvoorbeeld Gather Dynamite. Ik ga die gewoon doen. Clan Wars Starting the War. Starting the War. Rewards hebben 2600 XP. Ja, natuurlijk heb je al... Kijk, hier heb je nog veel meer XP, maar dat is van hoger level. Find Shorty. Swallow the Wall. Oké, we gaan hier even uitkomen hoor. Het zat wel leuk verstopt hier hoor. Oké, voor die beesten ga ik uitkijken. Dat zijn echt vervelende monsters. Het kan ook zijn dat ik dood ga hoor. Oh. Mamma mia. We gaan gewoon nog even die video gewoon lekker door laten gaan jongens. Lekker YOLO. We zijn nu toch lekker bezig met de game. Mining site. Ik zal even bij options kijken, want ik heb het gevoel dat het geluid erg hard staat. Oké, zo, iets beter hè jongens. Zo. Kijk, ik kan dit wel schieten zo, maar kijk, ze zijn echt... Oh, die valt wel mee, die is niet zo heel sterk. Nou, die is wel sterk, maar ik heb gewoon een sterk wapen. Dit is ook best wel een sterk wapen hoor. Oh, wat schiet ik mis? 300 XP, zo, nice. Oh shit. Oké, nou moet ik echt gaan rennen. Anders word ik opgezogen door die beesten, want eentje heeft een aantrekkingskracht. Vorige keer ging ik ook dood hier. Oh, ik heb nog XP ook. Mijn turret heeft toch nog zo goed zijn best gedaan. En dan gaan we hier naar links, als het goed is. We volgen gewoon de map. Oh! Kom. Loop. Kom. Sluit de deur. Oh, damn. Goedemorgen. Feestje gehad, zie ik hier. Kunnen we door de deur? Natuurlijk weer niet. Oh, jongen. Zou je het wel geloven? Laddertje. Ladder, kom op. Oh ja, je kan er niet op springen, maar je kan wel... Oké. En dan gaan we hier door de deur. Kom. En ik zie weer enemies. Maar dat zijn kleintjes. Die kan ik wel aan. Let op. We draaien om. En dan in één keer... Pets! Dat was een critical hit. En pets! Kijk, die zijn wel te doen, die larfjes. Het zijn wel vervelende monsters. Vooral als ze uitkomen uit zo'n ballon. Ik blijf gewoon bij mijn turret. Het is gewoon een sterk beest. Die turret dan, hè? Huppakee. Kijk, er schiet ze achter elkaar dood. Oeh! Nou, die zijn wel te doen, die levels. Die kleintjes zijn te doen. Kijk, en best wel aardig XP nog. Huppakee. En nu willen we je niet meer horen. Zo. Kijk, kan ook looten. Kijk, meestal zitten wat in de prullenbak. In de vuilnisbak zitten ook wel wapens en loot. Sanctuary Hall. We gaan naar de Sanctuary Hall. Oké. Ik vind het helemaal goed. En als het goed is... Is dit ook een level. Volgens mij. Dacht ik. Kijk hoor. Oh, daar komt een Liffy. Want hier moest ik ook nog een paar van die mannetjes doden. Van die gekke monstertjes. Let maar op, die komen er zo aan, denk ik. Kan door dat gat kijken, zie je het? Ja, een beetje aparte stijl, hè, de Borderlands. Voor de mensen die het nog niet kennen. Je zit natuurlijk zo in de game. Denk van, wow, wat is dit nou weer? Is dit gewoon een vernieuwde Minecraft of zo?
Kijk, daar lopen ze, daar lopen ze. Oeh! Zijn die zo sterk, die monsters? Val best mee. Val best mee, joh. Val best mee. Waar zijn ze nou? Is die nou daar? Of is die nou daar? Voor mij zit hij onder me. Kijk, even looten, jongens. Loot, 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 loot. Hij zit onder me, zie je het? Kijk, daar zitten ze. Oh, die was in één keer. 25 van de 25 dood. Zij kan ik die quest ook al inleveren. Nou ja, goed. Daar gaan we niet doorheen, denk ik, dat blauwe spul. En... kan ik dat niet schieten of zo? Nee. Die zijn vervelend. Die ga ik even niet naartoe. Moeten we hier niet iets kapot maken? Het is af en toe wel een beetje puzzelen in de game, hoor. Je moet niet doelloos rondschieten, hoor. Dat is het niet. Oké, we gaan die vent doden. Of niet? Doen we het niet? Nee, we doen het niet. Doei! Oké, nou moet ik wel hier uitkijken, want hier komen ook heel veel mannetjes namelijk. Weet ik nog van vorige keer. Oh, er komen er heel veel, maar ze zijn niet zo sterk. Die zijn niet zo sterk, die mannetjes. Er komt ook als er iemand joint bij jou in de game, dan worden die mannetjes automatisch worden ze sterker. Ja, dus dat is gewoon, ja, dat is gewoon zo. Ik heb wel zin om ze even te vermoorden, hoor. Oh! Hij is sterk, jongen. Hij is echt sterk. Oh! Hij is bijna dood. Oh, maar ik ook. Shit. Oh, midget red, een midget red, een midget red. Shit. En nou, kijk, dan ben je dood. En dan moet je een mannetje doden. En als je hem nog op tijd dood. Dan moet ik er nu al snel zijn. En ik denk niet dat het dit gaat lukken, want ik heb vervelend wapen in mijn hand. En ja, helaas. Ik ga het even hierbij laten, jongens. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden als ik in de toekomst nog van zulke video's maak van mijn Xbox van Borderlands 2. Ik heb wat nieuwe games, dus wordt zeker heel vet. Laat zeker een leuke comment achter wat je van deze game vindt, terwijl ik dit mannetje even aan gort schiet. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video, hoop ik, van Borderlands 2. Nogmaals, tot ziens. Doei doei!